Ja, toen de Voice kwam, toen riepen ze ook van, jeetje, niet nog een talentenjacht. Maar we hebben er toch nog eentje weten uit te knijpen. Alhoewel het niet echt een talentenjacht is, want hier staat gewoon de top van de top van de Nederlandse jeugd in allerlei verschillende disciplines. Kinderen die al op NK's hebben gestaan, op WK's hebben gestaan, zelfs hebben gewonnen. Die aan het trainen zijn voor de Olympische Spelen. Dus het is een ontzettend hoog niveau. En daarnaast ligt de regie behoorlijk in handen van de kinderen zelf. Je leert ze al behoorlijk goed kennen doordat Wendy en ik een dagje met ze meelopen thuis, bij de familie, bij vrienden. Maar met name hoe vaak ze oefenen en waar ze oefenen. En ze bepalen zelf hoe een optreden eruit komt te zien. En dat maakt, dat zijn toch wel maar belangrijke punten, vind ik, die, waardoor dit anders is en eruit springt. Die moes van Wendy vond ik wel leuk, maar ook een beetje ouderwets. Yeah. Zijn dit nou ook echt kinderen die echt op hun talent teren of echt harde werkers? Dat is een moeilijke vraag, hè? Je kijkt mij aan. Dit zijn allemaal zonder uitzondering keiharde werkers. Anders is dat niveau wat ze hebben laten zien niet te halen. Nee. Maar ze hebben ook allemaal natuurlijk talent. Er moet een soort basis zijn om hier te kunnen staan. Dus om je vraag te beantwoorden. Ze teren er niet op, ze hebben het talent. Maar daarnaast zijn het ook keiharde werkers. En wordt dit dan door de ouders gestimuleerd? Worden ze een beetje naar voren gepusht van, hey, gaan dat programma meedoen, dan komen we op tv? Het meeste contact met de ouders verloopt via Carlo. Nee, dat kan niet, hè? Nee. Als je echt een passie hebt voor iets als het naar dans of zang is, of hip-hop of wat dan ook, ik kan het niet zo gek benoemen, dan doe je dat met 100% en niet omdat iemand zegt, dit moet jij doen. Dat kan ook helemaal niet. Dit gaat zo veel verder dan een performance geven. Dit is de top van de top wat we hier zien. En daarom heet het ook Superkids. Daar moeten wij weer onderscheid in maken. Maar dit zijn echt alleen maar kinderen die dit met hart en ziel doen. En vooral ook met hart. Ja, dus ik had een jongetje, Ryan, die waanzinnig goed gitaar speelde. Maar eigenlijk misschien wel te goed. Dus die stond er misschien in de ogen van de jury een beetje te nonchalant bij of whatever. Maar dat is een gitaarvirtuoos, 13 jaar. En die is niet door. Een meisje wat een hele mooie, heel ingetogen opera zingt, Ave Maria, die iedereen tot tranen roert. Ja, dat scoort dan de punten. Iets wat binnenkomt, iets wat raakt, maar het is wel lastig. Het is heel lastig voor de jury. Het niveau is sowieso hoog. Dus je begint al eigenlijk met de stelling, het is al te gek dat jullie hier staan. Dat is al een achievement op zich. Wij worden hier gevraagd om onze mening te geven. Als wij niet hier serieus naar zouden kijken, en Carlo kan ook af en toe best harde, maar ook rake dingen zeggen. Als we dat niet doen, dan is het helemaal uit balans. Want denken kinderen, ik kom hier op nationale televisie, bij een van de grootste zenders, op vrijdagavond, groot entertainment, en ik word niet serieus beoordeeld. Dat voelen die kinderen, ook al zijn ze maar 8 of 9, ze voelen dat het niet serieus is. Dus wij moeten hen serieus nemen. Sterker nog, ik vind het een belediging voor de kinderen als je het zou doen als Bulletje. Daar heb ik er jarenlang naast gezeten overigens in de mini-playback show. Dit is geen mini-playback show. Hè? Dit is niet van, oh, wat zag je, wat deed je het leuke, wat zag je er goed uit. Ik geef je 20.000 punten. Ja. Dat kan niet. Je moet hier zeggen van, oké, wie gaan er door en wie niet. 5 gaan er door, 5 vallen eraf. Dus dat betekent dat al die kinderen een kans moeten hebben. Al die kinderen moeten eerlijk bejureerd worden. Het is niet zo dat als hier een kindje van 6 opkomt en het is heel erg schattig, dat je dan gelijk zegt, oké, jij gaat naar de finale. Aan het eind van de rit ben je dan niet meer geloofwaardig als jury en niet geloofwaardig als programma. Aan iedere show gaat er 5 door, dan komt er een halve finale. Daarin krijgen ze al les van hun idolen, een masterclass. Of mensen die in hun vak, waar het te gek is om mee te werken. Dat zal naar de finale toe alleen maar meer worden en groter. En het kind wat als winnaar uit de bus rolt, die krijgt 25.000 euro om in de studie te stoppen. Dus
Lijkt me toch mooi meegenomen. Ja, dat kunnen ze tegenwoordig wel gebruiken. Ja. Ja, en heb je nog hier verder nieuwe vrienden gemaakt? Want nu met Guus Meeuwis, dat kan natuurlijk niet meer. Nu PSV kampioen is geworden. Nou, Guus en ik zijn nog steeds vrienden. Ik heb hem echt bijna als een van de eerste gefeliciteerd, geloof ik. En nou ja, als PSV één keer in de 7 jaar kampioen wordt, dan mag het van mij wel. Zijn er nog specifieke dingen waar jullie op letten? Wat is jullie rol binnen de jury? Nou, weet je wat best lastig is? Er zitten hip-hop dansertjes tussen, er zitten turners tussen, muzikanten die trompet, saxofoon spelen. Dat is best lastig. Wij oefenen een vak uit, Carlo en ik, wat televisie maken heet. Maar het is best moeilijk om te zeggen, ik ben hier ingespecialiseerd of daar gespecialiseerd. En we kijken toch vaak naar... Weet je, voel je hier wat? Vanuit het hart. Krijg je kippenvel? Ja. Heb je het idee, Carlo zei een keer, voor jou zou ik een kaartje kopen. En dat is eigenlijk de beste beoordeling die je kan geven. Voor jou koop ik een kaartje. Ik kan niet precies uitleggen waarom. Ja. Maar het doet iets met me, omdat het zo'n breed palet is, wat hier bij Super Kids te zien is. Moeten we gewoon op ons gevoel afgaan en dat zo goed mogelijk verwoorden. Wij hebben met z'n vieren een belangrijke taak in de jury, voelen dat ook alle vier en hebben daar heel veel plezier in. En ja, je zit eerste rang joh, en je ziet zoveel talent. Wat is er nog meer te wensen?